Wat gaat wijzigen 1 januari is, nou, het artikel zegt jullie waarschijnlijk niet zoveel, artikel 628 in mijn termen. En dat is eigenlijk een artikel dat gaat over wanneer je recht op loon hebt. En met name met betrekking tot nulurencontracten gaat daar veel wijzigen. Nou, het idee van de wetgever, dat is nogal goed om daar even bij mee te geven, is ze wilden een evenwicht creëren, staat er letterlijk in de memorie van toelichting, tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. En ze willen dingen moderniseren. En werkzekerheid moet het uitgangspunt worden van het hedendaagse arbeidsmarktbeleid. Maar één ding wat ze wilden is, ja, zeg maar, de flexkracht eigenlijk beschermen. En waarom wilden ze dat nou? Omdat een aantal jaar geleden is er al iets gewijzigd op het gebied van dat flexrecht. Dat is inmiddels 15 jaar geleden. Verder is het arbeidsrecht al heel oud. En het ontslagrecht ook. En toen kwam men eigenlijk tot de conclusie dat je te lang in zo'n flexconstructie moest blijven om uitzicht te hebben op een vast contract. Hè, om zekerheid, die werkzekerheid te krijgen. Nou, daar wilden ze iets aan gaan doen. Dus proberen die flexkracht te beschermen. Nou, een onderdeel daarvan is dus het verhaal over die loondoorbetalingsverplichting. En dat zit er met name in de nulurencontracten waar het een en ander gaat gebeuren. En de zorg gaat daar absoluut last, hinder van ondervinden. Daar gaat het in ieder geval impact hebben. Nou, wat is even de constructie nu? Je kunt in een nulurencontract een bepaling opnemen die bepaalt dat de werknemer de eerste 6 maanden geen recht heeft op loon. Dat kan ook in ieder ander contract, maar ik focus nu even op de oproepcontracten. En dat betekent dus als werkgever dat je die eerste 6 maanden geen loon hoeft te voldoen aan die werknemer. Nou, dan zult u denken, ja, dat doen we nu ook niet, want als ik iemand niet oproep, dan krijgt hij niet betaald. Ja, dat gebeurt in de praktijk ook 9 van de 10 keer, dat weet ik ook wel. Alleen als je er heel strikt naar gaat kijken met een juridische bril, dan is het zo, als jij die oproepkracht een aantal keer hebt opgeroepen en daar ontstaat een bepaald patroon, dat hij recht heeft om loon betaald te krijgen over zijn gemiddelde arbeidsomvang. Nou, die mogelijkheid kon je dus de eerste 6 maanden van de dienstverband kon je die uitsluiten. En bij cao kon het eigenlijk ongeclausuleerd verlengd worden. En dat wil de wetgever niet meer. Maar er komt een nieuw lid 7, om precies te zijn, in de wet. En daar komt gewoon in te staan. Je kunt wel afwijken van die regel. Hè? Maar zes maanden geen loondoorbetaling. Of geen loonbetaling, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dan moet er in de cao afgeweken gaan worden. Voor in die cao te bepalen functies. Dus dat moet al duidelijk omschreven zijn. En wat de moeilijkheid daarbij is. Want nu zal iedereen denken, ja, dan zet je dat toch gewoon voor alle functies erin. Dat mag dus niet, want daarvan heeft de wetgever gezegd, dat mag alleen maar om functies waarbij de daaraan verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Ja, en wat zijn dat dan? Ja, dat is dan het probleem van die memorie van toelichting. Dat wordt verder eigenlijk niet gedefinieerd. Ze schrijven invalkrachten. Ja, zult u misschien denken, ik vind al mijn oproepkrachten vind ik invalkrachten. Ja. Dat is dus de vraag. Ik kan me wel voorstellen, bijvoorbeeld een ziektevervanging, dat ze dat dan wel echt als een invalkracht zien, hè, als het echt 1 dag of zo is. In de zorg ligt het iets anders, omdat er is nog een mogelijkheid in de wet. En dat zien jullie ook als laatste bullet point daar staan, dat er bij ministeriële regeling afgeweken kan worden. Dat eigenlijk gewoon gezegd wordt, je mag helemaal niet die loonbetalingsverplichting uitsluiten. En er is gezegd dat de Stichting voor de Arbeid een verzoek zou gaan doen om dat in ieder geval voor de zorg te bepalen. Dat in de zorg dus überhaupt eigenlijk geen nulurencontracten meer zouden mogen. Zo wordt het dan in de volksmond genoemd. Nou, dat er gewoon geen loonuitsluiting mag zijn. En daarvan is gezegd dat dat verzoek ingewilligd zal gaan worden. En ik zag dat de cao-partijen, die partij zijn bij die zorg-cao's, dat die daar al op anticiperen en daar ook in hun cao-onderhandeling al in meegaan. Dus daar zal dat wel impact gaan hebben. En ik weet dat heel veel organisaties daar nu al zich op aan het voorbereiden zijn. Ja, wat gaan we dan doen daaraan? Hè? En de vraag is ook van, wil die oproepkracht dat wel? Wil die dat dan vastgelegd hebben? Want wat je dan eigenlijk gaat doen is dat je dus gaat vastleggen hoeveel uren dat hij nu per week werkt. Hè? 5 of 10 of 12 of weet ik wat het is. Maar dan heeft hij dus ook echt die verplichting om te komen op die uren. Nou, ik kan me ook veel mensen voorstellen die nu in zo'n oproeppool zitten, die het prima vinden om incidenteel een keer te komen, maar daar geen structureel karakter aan willen geven. Dus ja, dat is wel een gevolg van zoals het hier staat en wat er dus in die cao straks afgesproken gaat worden.
Nou, wat is dan het overgangsrecht? Hè? Is dat er? Ja, dat is er. Wat in principe zo is, is dat er eerbiedigende werking geldt voor contracten die nu al zijn aangegaan. Hè, dus als je nu al zo'n nulurencontract hebt lopen, hè, aangegaan, ik verzin het maar op 1 augustus of 1 september. En je hebt daar zo'n loonuitsluitingsbepaling in staan, dat kan. Dat mag ook gewoon. Alleen als je nieuwe contracten gaat sluiten vanaf 1 januari, geldt die andere regeling. Daar geldt dan wel weer een uitzondering op. Want ja, het is natuurlijk een uitzondering om weer een uitzondering te kennen in het Nederlandse recht. En dat is als er al een cao geldt op grond waarvan je die uitsluiting langer kon maken. Dat mag je blijven doen zolang de cao loopt. Maar ten hoogste gedurende 18 maanden na inwerkingtreding. En de inwerkingtreding bedoel ik dus 1 januari 2015. Dus ja, check altijd even goed wat je cao daarover bepaalt. Check ook even goed of die wel of niet afloopt. En als je geen cao hebt, wat natuurlijk ook voor veel mensen geldt, dan houd gewoon heel goed rekening met hoe die regeling eruit gaat zien vanaf 1 januari.